Het rapport duurzaamheid van het Guyana-schild is vandaag overhandigd aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Samenwerking. De overhandiging is gedaan door Jack Menke, coördinator van de stuurgroep Open Campus Lecture Series. In het rapport zijn de resultaten opgenomen van het project Open Campus Lecture Series dat 12 maanden heeft geduurd. Vanuit diverse disciplines is aangegeven hoe het Guyana-schild tot ontwikkeling gebracht kan worden. Menke zegt dat in het rapport de samenwerkingsmogelijkheden van Suriname met de omliggende landen van het Guyana-schild besproken wordt. Met de minister is afgesproken dat bepaalde initiatieven van het rapport uitgewerkt zullen worden tot een plan. Hij is erg gericht op ook businessontwikkeling. En een van de mogelijkheden die we hebben aangestipt om dus verder uit te diepen in een plan, is eigenlijk de ontwikkeling van wat je noemt frontera, de grens. Maar dan niet zozeer de administratieve grens, maar de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn rond de Marowijne rivier vanaf onderaan, Lawa tot boven Albina. En dat we dus samen met het team van Buitenlandse Zaken dus eigenlijk een cross-border riverplan, weet je, met alle facetten, dus vanaf productie tot cultuur en andere aspecten, dus verder gaan uitwerken. Verder is er ook naar voren gebracht dat we wat betreft het kader in de diplomatieke dienst, dat we het eigenlijk veel meer gaan focussen op de verdieping van mogelijkheden van samenwerking en productie. Menke zei verder dat de resultaten van het project op verschillende manieren tot uitvoering gebracht kunnen worden. Een van de mogelijkheden is netwerken en voorbeelden nemen bij de andere landen. Want dat is naar boven gekomen in die Open Campus serie, dat er toch verschrikkelijk veel kennis is over andere mogelijkheden voor ontwikkeling. In Suriname zelf, maar ook in samenwerking met kenniscentra in landen die buiten Suriname zitten, waaronder Frans-Guyana, Brazilië en Guyana. En wat we hebben afgesproken is dat wat betreft de diplomatieke dienst en het kader van het ministerie van Buitenlandse Zaken, we eigenlijk dus niet meer alleen traditioneel willen bijdragen aan het vormen van diplomaten, waar ik in het verleden ook vaak mijn bijdrage heb geleverd in dezezelfde zaal en bijvoorbeeld Jerry Effer ook, maar dat we veel meer in de diepte willen gaan om ook businessmogelijkheden. Weet je, dus netwerken naar, ik noem maar wat, Embrapa is een belangrijk instituut in Brazilië. Het is, ja, zoals we hier een kleine CELOS hebben, is Embrapa iets wat je hebt in bijna alle staten van Brazilië. Het is een gigantisch technologisch en wetenschappelijk instituut dat eigenlijk aan de basis staat van die hele grote agrarische productie van Brazilië. Tot zover Jack Menke, coördinator van de stuurgroep van de Open Campus Lecture Series. Op het hoofdkantoor van BUSA is vandaag het rapport Duurzaamheid van het Guyana-schild overhandigd aan minister Albert Ramdin. Het Guyana-schild strekt zich uit over grote delen van Suriname, Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Venezuela en Colombia.